Voor mij is de grootste transformatie geweest dat ik niet afhankelijk ben van anderen om klanten naar mezelf te trekken. Ik heb helemaal de grip in de groei van mijn bedrijf. Ik bepaal precies aan de hand van mijn marketingstrategie hoeveel klanten naar mij toe komen. Ik kan dat helemaal uitrekenen. En dat is wat ik jullie ook gun. Zorg voor een continue leadmachine, zodat klanten die jij wilt, precies die klanten, met de juiste content marketing naar je toe trekt. En dat je precies de juiste hoeveelheid klanten naar je toe trekt die jij nodig hebt. Want kun je precies regelen. Maar er moet wel een strategie achter zitten. Er moet een goed plan achter zitten. Ga niet zomaar wat doen. Know your numbers. Als je een funnel bouwt en advertenties plaatst, wat zijn daar de cijfers van? Wat zijn daar de doorklikratio's van? Hoeveel procent van de leads komt op jouw nieuwsbrieflijst? En als je een doorstroming hebt in funnels, hoeveel procent stroomt dan door? Op basis van die cijfers kan ik precies zeggen, oké, ik wil nu 50% meer omzet. Dat betekent dus dat we zoveel procent meer moeten adverteren, zoveel procent dit, alles wordt doorgerekend. Ik ben maandelijks zeker minimaal 4 uur bezig alleen met deze cijfers. Saai? Misschien. Nodig? Zeker. Als je geen grip hebt op je cijfers, kun je niet groeien. Toen ik nog niet eens VA was, toen sprak ik ondernemers en die hadden al geen grip op hun cijfers. Ik had het toen al meer als dat hun hadden. De meeste ondernemers hebben dit niet. Weet wat je aan het doen bent. Waar je naartoe wil groeien. Vertrouw niet te veel op anderen, maar zorg dat je het zelf in de gaten hebt.